Hoi, welkom bij een Dare Jamila video. Op Instagram heb ik jullie gevraagd of jullie dares of challenges voor mij konden verzinnen. En jullie zijn met hele leuke dares gekomen. Dus een paar van deze ga ik uitvoeren in deze video. Ik heb er niet zo heel veel zin in eigenlijk, maar laten we beginnen. De eerste dare is, maak een hele video terwijl je een raar kapsel draagt. Nou, ik draag niet zo heel vaak rare kapsels, dus eigenlijk heb ik geen idee hoe ik dat moet doen. Maar ik dacht, ik maak misschien een leuke unicorn hoorn op mijn hoofd met mijn haar. Terwijl mijn haar een beetje te lang is, maar we gaan het gewoon proberen. Pak al mijn haar vast. En dan moet ik het helemaal naar boven brengen. Kunnen jullie de achterkant van mijn hoofd zien? Leuk. Hoi. Ik heb hier een haarclip. Dat is natuurlijk te lang om zo te dragen, dus ik draai hem wel om zo. Nee, lukt niet. Nog een keer. Het is toch best lastig zo'n raar kapsel maken. Dat zal wel niet op een unicorn lijken. Nee, dat is niet raar genoeg, vind ik. Oké, ik denk dat dit mijn rare kapsel is. De unicornhoorn, dat kwam er maar niet van. Dat zag er niet raar genoeg uit, vond ik. Maar dit vind ik toch wel heel erg fashionable, vind je ook niet? De volgende challenge is take and hide zonder je handen. Ze heeft twee oren, twee ogen, een neus en een mond. Hier, kijk, kan je die zien? Oké, ga maar dan. Wacht, ik doe mijn handen om mijn rug. Nee, wacht. Maar dan gaat mijn peertje bewegen. Ik doe het zo. Nee, dat kan niet. Dat kan niet bij. Zo dan. Oké, dat is lastig. Deze Sharpie stinkt. Kan jullie me verstaan? Ik kan mezelf niet eens verstaan. Zo. Oeps. Zo. Een streepje in het midden. Een neusje. Oh, een schattig neusje. Zo ziet hij eruit. Ik vind het wel op een kat lijken, gelukkig. Dus ja, dat is hij er. De volgende dare is drink citroensap. Dus ik ben naar de winkel geweest, ik heb een paar citroenen gekocht. En ik ga hier citroensap van maken en deze proberen op te drinken. Ik denk niet dat ik alles op ga drinken, maar goed, we kijken wel. Het is trouwens best wel bevrijdend zo, mijn haar. Het is wel, ja, ik hoef me geen zorgen te maken over of het goed is of niet. Wat doe ik nou? Eerst pak ik een citroen. Pak de mooiste eruit en die snij ik dan. Ik moet eigenlijk niet naar mezelf toe snijden, dus doen we zo. Oh, het gaat over de hele tafel heen. Oké, maar ik wil deze pitjes dus niet drinken, dus ik heb hier een zeef. Oh. Nou, er komt niet veel sap uit, dus gelukkig heb ik genoeg citroenen gekocht. Het ziet er als niet zo heel erg veel uit. Ik weet niet of ik dit helemaal op ga drinken. Maar ik ga het proberen. Mijn handen zijn helemaal nat van de citroensap. Het ruikt gewoon naar heerlijke limonade. De zoete, heerlijke limonade. Dus ik ga ervoor. Het ruikt lekker. Dat is heel erg zuur. Zal ik het allemaal opdrinken? Zal ik het proberen? Ik weet niet of ik er nog een slokje bij kan. Oh, het brandt helemaal hier. Oké. Ik stop ermee. Ja, proost. De volgende challenge is, smeer je hele gezicht vol met Nutella. Waarom? Dus ik heb hier een pot met Nutella. Dit is een andere pot dan wat je gewend bent, want ik moest de originele Nutella pot leegmaken voor de morning routine parodie video. Dus, daar ga ik dan. Ik smeer mijn gezicht vol.
Ik heb ook een mes, maar ik weet niet of ik dat op mijn gezicht wil gebruiken. Dus ik pak wel een lepel. Wacht. Ik doe het zo. Ik pak een beetje Nutella en doe het in de dop. Zo. Ik wil niet alles verpesten. En dan ga ik het op mijn gezicht smeren met mijn vingers. Ah, ik wil het in mijn mond stoppen, niet op mijn gezicht. Oké. Dit is niet fijn. Ik ga echt huilen. Waarom? Waarom wil je dat ik Nutella op mijn gezicht smeer? Waarom niet mosterd of zo? Mosterd is toch niet zo lekker. Hoe zie ik eruit? Het ruikt zo lekker. Oh, dit wordt echt een ramp met mijn gezicht schoonmaken zo meteen. Oh, mijn haar zit erin. Nou ja, maakt ook niet meer uit. Ik ga toch de douche in. Oh, nee. Dat is echt niet genoeg. Een beetje hier. Maak er gewoon een snorretje van. Het voelt echt heel erg raar, zo boven mijn lip. Omdat ik echt denk, van, het zit hier iets. Oké, is dit genoeg? Oh, zonde van deze Nutella. Een Nutella baard. Gezicht vol met Nutella. Nu ga ik naar de keuken voor de volgende der. En daarvoor moet ik namelijk 4 ingrediënten uit de koelkast kiezen om te mixen en daarna op te drinken. Oké, ik ga 4 dingen uitkiezen die ik moet gaan mixen en opdrinken. Ik heb eerst gewoon een basis nodig, dus ik neem gewoon sinaasappelsap. Daarna gaan we wat rare dingen toevoegen. Sriracha. Dit is een best wel populaire Aziatische pittige saus. Ja, dit is. Dit is wel lekker vies. Zoiets dat. Heel zout. Wat hebben we nog meer? Olijven. Of in ieder geval olijvensap. Het is heel erg vies. Dus ik vind de olijven wel lekker, maar de sap niet zo. Dus dat doen we. Ik maak het lekker moeilijk voor mezelf. Maar gewoon omdat jullie het leuk vinden, hoop ik. Oké, nu ga ik mijn smoothie cocktail maken. Sinaasappelsap. Dat doe ik eerst, want dat wordt de basis. Ik vind sinaasappelsap niet eens zo heel erg lekker eigenlijk. Nee, ik vind het wel lekker. Nu moet ik al die andere dingen ook toevoegen. Nu dit eerst. Ah, mijn gezicht jeukt, jongens. Oh, dat jeukt heel erg. Oké, daar gaan we dan. Niet zoveel. Niet zoveel. Niet zoveel. Niet zoveel. Niet zoveel. Oké, moet toch iets meer. Ik weet niet of je het dan gaat proeven. Moet het wel proeven. Als ik het doe, doe ik het dan ook goed. Oké, dat is te veel. Ah, gasper, dat is veel te veel. Sriracha. Dit ga ik echt niet te veel doen, want ik kan niet zo tegen de pittigheid. Eeuw. 1, 2, 3. Is dat genoeg, denk je? Ah, nee! Ik ruik het heel erg sterk. Het is echt niet goed. Toen ik bij de koelkast was, leek het me nog wel leuk. Maar nu moet ik het ook echt doen. Ah, gasper. Hoe doe je dat? Oké, ik gooi er ook meteen een paar olijven bij. Waarom niet, toch? Oké. Dit ziet er heel erg vies uit. En het ruikt ook ontzettend goor. Moet ik dit echt, echt doen? Oh, ik durf het echt niet. Het ruikt echt ontzettend goor en heel erg pittig. En ik heb ook geen water. Uh-oh. Want als ik open moet geven. Oké, ik ga gewoon voor. Ja, het is niet lekker. Maar ook niet. Nee, het is wel vies. Een olijf. Ja, wil ik niet. Nou, dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, dat is balen. Dan ben ik erg teleurgesteld. Want dan heb ik dit allemaal voor niks gedaan. Kijk eventjes heel erg goed naar wat je mij hebt aangedaan. Heel erg bedankt voor de challenges.
Volg me op Instagram voor als ik nog een keertje zo'n dare video ga maken natuurlijk. Ik vind dat ik best wel rare dingen heb gedaan in deze video. Dus dat leidt me tot de vraag van vandaag. Wat is het raarste wat jij ooit hebt gedaan? Laat me het antwoord weten in de reacties onder deze video. Vergeet natuurlijk ook niet een duimpje omhoog te doen. 2 duimpjes omhoog voor mijn Nutella gezicht. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!